En bij de Valkhofvereniging mag ik de kapel bemensen. Daar verhalen vertellen over het ontstaan van de meest oude en schitterende kapel die we in Nijmegen hebben. Trouwens de meest schitterende kapel van heel Nederland. Toch? Ja, dat ben ik helemaal eens. Heel Nederland. Het leuke is om met z'n allen een groep bij elkaar te krijgen die iets moois probeert te maken van dingen die al mooi zijn. Dat je allemaal mensen ontmoet die in de geschiedenis zijn geïnteresseerd. Ja, ik ben verliefd op de kapel. Ik vind het echt gewoon de mooiste kapel ter wereld. Ik wou dat ik mijn hele leven vrijwilligerswerk had kunnen doen. Ja, het is, je bepaalt zelf een stukje je eigen klok. Ja, heel belangrijk. Je ontmoet ontzettend veel mensen. En er is niks mooiers dan met andere mensen omgaan, andere mensen leren kennen, een beetje verhalen vertellen, schitterend om te doen. Ja, eigenlijk heeft Guus al het gras voor mijn voeten weggemaaid, want om precies dezelfde redenen doe ik het werk graag. Omdat het ongelooflijk veel voldoening geeft als je merkt dat steeds meer mensen van alle leeftijden naar jouw erfgoed toekomen. Omdat ik die kapel, dat ik het gewoon mooi vind, die oude gebouwen. En Nicolaas kapel is wel heel erg mooi. Vanwege die reden dat je altijd dan te maken krijgt ook met andere mensen. En met andere mensen kunt omgaan. En andere mensen ook, dat we elkaar ook de dingen leren. Ja, dat is heel belangrijk. Ik vind dat kennis dragen van het verleden, van hoe het vroeger geweest is, heel vaak ook begrip opbrengt voor de tijd van nu. Hij is een hele aardige man. Ja, dat geldt voor hem hetzelfde. Ja, een hele aardige man. Ja. Nee, wij trekken vrij veel met elkaar op. Nou, ik vind eigenlijk dat iedereen vrijwilligerswerk in de erfgoedsector moet gaan doen. Omdat het zo'n verrijking van je leven is als je geschiedenis gaat voelen. En jezelf.